Israëlse premier Benjamin Netanyahu zegt dat er geen deal tot een staakt het vuren in de maak is of tot het vrijlaten van gijzelaars. In een interview met Fox News zegt hij dat de gesprekken niet bij een deal in de buurt komen. The Jerusalem Post is reporting that you're 90% there in negotiations with Hamas towards a ceasefire deal. Would you say that's accurate? No, it's exactly inaccurate. Uh, there is a story, a narrative out there that there's a deal out there. In fact, while we agreed. Uh, in uh, July and in, in May and July and in August to uh, uh, a deal and to an American proposal, Hamas has consistently said no to every one of them. They don't agree to anything. Not to the Philadelphia corridor, not to the uh, uh, keys of exchanging uh, hostages for jail terrorists, not to anything. So that's just a false narrative. Oh, dus ben je met Netanyahu. Ja, zondag zei president Biden nog dat de partijen op het punt stonden om een deal te sluiten. Maar dat is eigenlijk iets wat we al tijden horen. We gaan, ik zei het al, naar Bernard Handelburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, hoe kan het nou dat Netanyahu dit zegt en dat we van de Amerikanen al weken hoopvolle geluiden horen? Het is bijna zover. Ja, nou eerlijk gezegd denk ik dat de Amerikanen ook wel dachten dat ze gelijk hadden, uh, omdat um, de, 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 de feiten of de, 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 de problemen waar het om gaat. Die zijn in de ogen van de Amerikanen niet onoplosbaar. Hè? De, de kern in het verhaal van Netanyahu is, ik ben niet bereid om een deal te sluiten als ik niet de controle hou over die zogenaamde Philadelphia-corridor. Ja. Dat noemt hij ook net in dat fragment. Um, en dat is het, 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 strook, het grensstrookje tussen Gaza en Egypte. Mm -hmm. um, daar is Egypte trouwens ook behoorlijk tegen, dus hij staat daar niet zo sterk in. Um, en de Amerikanen en de andere bemiddelaars, bijvoorbeeld Qatar, hebben ook gezegd... ja, maar er zijn misschien wel andere oplossingen te vinden voor het toezicht op die strook. Hè? Bijvoorbeeld um, uh, een soort blauwhelmen of zo, mm -hmm. of andere groepen. Waarom is Israël daar zo, uh, uh, spint daar zo op? Mm -hmm. Omdat um, ze toezicht willen houden op eventuele wapentransporten vanuit Egypte, illegale wapentransporten. Naar Hamas. En het krioelt daar van de tunnels. Dus dat is hun argument. Uh, in, in de onderhandelingen met uh, de Verenigde Staten, vooral. Uh, daar hebben ze steeds gezegd. Nou, als, daar, uh, uh, als we daar op de een of andere manier een overeenkomst over kunnen bereiken. dan kun je, kunnen wij daar verder over, uh, over praten. En dan kunnen we meteen die deal maken. over de uitwisseling van uh, gijzelaars. Ja. Uh, hij zegt nu. dat is helemaal niet waar. Dat is ook helemaal niet gebeurd. Ik denk eerlijk gezegd. ja, dat mag niet zo zeggen. dat hij dat liegt. Er is wel degelijk over gesproken. Ze waren wel degelijk een enorm stuk uh, dichter bij elkaar. Maar mm -hmm. toen kreeg je die verschrikkelijke moord op die zes uh, gijzelaars. En met als argument van Hamas: um, als Israël niet meedoet aan wat wij willen mm -hmm. namelijk het volledige verlaten van het hele gebied en ook het afzien van het toezicht op die Philadelphia-corridor. Dan eh, betalen zij een harde prijs. En op dat moment hebben ze ook die, gijzeren, die gijzelaars vermoord. Dat heeft bij jou. ik denk bij een hele hoop Israëliërs. ook wel een klein beetje. Eh, nou ja, ik moet zeggen. Eh, hun, hun gedachten veranderd. Mm -hmm. nou, misschien is het toch veel harder. en er valt met deze mensen niet te praten. Eh, aanvankelijk leek het een, een, een aardige onderhandelingspositie. maar dat is dus niet zo. Mm -hmm. En op dit moment. Is het zo dat Hamas en Netanyahu allebei er belang bij hebben om niet tot een deal te komen? Ja. Dus dat is heel vervelend. Het, het, de consequentie daarvan voor uh, Biden, denk ik, is dat hij uh, ja, die, die is een beetje in een hoek gezet. Mm -hmm. Dit is zijn, uh, zijn uh, pièce de résistance, het ja. laatste stukje wat hij nog kan doen voordat hij aftreedt. En de berichten uit Amerika zijn. Hij laat zich niet afschrikken en gaat gewoon door. Want hij denkt nog steeds dat ze dicht tegen een deal aan zitten. Ja, toch bijzonder hoe je daar zo anders over kan denken. En inderdaad, Netanjahu zei hoe zij ook in het interview: ik, ik heb rode lijnen. En die rode lijnen zijn na die moord nog veel roder geworden. Dus ja, ja die maar zit nou, er. dat is ook dat op zichzelf best begrijpelijk. Ja. Want dat was wel heel barbaars. En bovendien, het, het maakte Van Hamas niet meer een verzetsbeweging, maar toch een soort van Al-Qaeda of IS-achtige. Ja. Uh, club. En dan ga je er ook anders naar kijken. Ook ja. in Amerika hoor, wordt er anders naar gekeken. Ja. Niettemin, ik, ik denk dat, uh, uh, nogmaals, zo dat Biden gelijk had ja. en dat ze heel dicht tegen die deal aan zitten. Wordt er eigenlijk nu nog gesproken of is het, ligt het helemaal stil? Ja, nee, het ligt, het is bij mijn weten eigenlijk nooit helemaal stilgelegen. Maar de besprekingen vind, vinden dan vooral plaats in Qatar en in Cairo en soms op andere plekken. Want de Qatari en de uh, de, de Egyptenaren spelen een, een, een hoofdrol mm -hmm. in dit verhaal, maar de belangrijkste partij is toch steeds de Verenigde Staten. Mm -hmm. En uh, degene die wat dat betreft echt ontzettend zijn best doet, is Richard Burns, mm -hmm. dat is de directeur van de CIA. En je kunt zeggen dat is een beetje de hoofdonderhandelaar, en die blijft steeds maar koppig doorgaan.